Ondanks de woningnood wordt de bouw van 64 appartementen op het Beuningse Van Astonk-terrein met 5 jaar uitgesteld. Eerst komen er op het braakliggende terrein aan de Van Heemstraweg namelijk 41 chalets te staan voor de noodopvang van zo'n 230 Oekraïense vluchtelingen. Die opvang is wellicht korter dan 5 jaar, maar de huisjes blijven toch zo lang staan omdat de bouw anders niet loont. Als de Oekraïners weg zijn, komen de chalets beschikbaar voor mensen die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte.